Ik ben Erik Henneke, ik ben manager e-mobility bij Tribus en verantwoordelijk voor alle elektrobusprojecten. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Movitas was het bouwen van een elektrische stadsbus in het midi-segment. Super wendbaar om daarmee de binnensteden te kunnen bedienen. Zo'n bus is zwaar door batterijen en door de capaciteit voor veel passagiers. We hebben dat voorzien door een heel slim chassis te creëren, licht gewicht, om daarmee het verbruik laag te houden en tegelijkertijd capaciteit te bieden voor batterijen en veel passagiers. We hebben een RVS chassis toegepast, eigenlijk uniek in zijn soort en wat we ook van scratch af ontwikkeld hebben, specifiek voor dit doel. Het verbruik van een bus wordt vooral bepaald door thermomanagement, het verbruik van warmtepomp, airconditioning, verwarming en koeling van het passagiersgedeelte. Het is natuurlijk een enorm volume wat je wil koelen of verwarmen. Daarbij gaan de deuren nog open en dicht, wat ook niet helpt natuurlijk. Dus we hebben het maximale gedaan om daar efficiëntie in te bereiken. Onder andere een warmtepomp door dubbel glas, verwarming in de stoelen bijvoorbeeld. Preconditioning doen we uiteraard ook bij deze bus. Dus dat betekent dat voordat de bus gaat rijden, dat de temperaturen al op het juiste niveau gebracht worden. Dus je moet het zo zien dat de thermostaat aanslaat en het passagiersgedeelte op de juiste temperatuur gezet wordt. Chauffeursgedeelte op de juiste temperatuur, zodat je geen energie kwijt bent aan het opwarmen van de bus. Allemaal dat soort toepassingen om dat verbruik te reduceren. Deze bus is uiteraard connected, dus men kan op afstand meekijken wat er gebeurt. Denk aan de state of charge, denk aan de range, temperaturen, snelheid, waar die zich bevindt. Eigenlijk alle parameters die we willen uitlezen, die kunnen we uitlezen op afstand. Het uiteindelijke hogere doel daarvan is om ook storingen en dergelijke te kunnen voorspellen. Om op die manier predictive maintenance te kunnen doen en de bus naar binnen te kunnen halen voordat een storing zich gaat voordoen. Veiligheid is voor ons ontzettend belangrijk. Dus die chauffeur die moet goed zicht hebben. We hebben hem op een hoge positie gezet, zodat hij goede zichthoeken heeft over het stadsverkeer. Camera's uiteraard om goed naar achteren te kunnen kijken, maar ook camera's voorop en achterop om ook die dode hoeken die er toch zijn te kunnen zien.